een davend applaus, want hier is Kabouter Plop. Gaat alles goed met jullie? Ja. Oh, Plobbertjes, wacht eens even. Die paasvakantie, is die nu eigenlijk al begonnen? Ja. En die paashaas, is die dan bij jullie al langs geweest? Oh, bij jullie nog niet? Nou, goed. Plobbertjes, ik ben in elk geval heel blij dat jullie er allemaal zijn vandaag. Ja, want ik ben vandaag... Ik ben vandaag een beetje... Een beetje zenuwachtig. Ja. En weten jullie waarom ik vandaag zo zenuwachtig ben? Ik zal het jullie vertellen. Gisteren waren al mijn kaboutervrienden bij mij op bezoek. En mijn kaboutervrienden die vertelden mij, luister nu goed, dat paashaas vannacht bij mij zou langskomen. Ja. En dat die chocolade paaseieren zou brengen. Ja, maar... Ploppertjes, toen ik vanmorgen heel vroeg opstond, lag er niet één paasei in mijn melkgebak. Nee. En toen heb ik... Ploppertjes, die grote tafel, hebben jullie die al gezien? Wie zou die hier gezet hebben? De paashaas? Ik zie niet één ei. De muf! Kijk daar! Een brief. Zou die voor mij zijn? Zal ik hem even lezen? Ja. Hallo Kidoki Plopje. Omdat jij het voorbije jaar zo braaf en behulpzaam voor iedereen bent geweest, heeft de paashaas voor jou een lekker chocolade paasei gebracht. Oh. Maar misschien zie je dat paasei niet. Nee. Dat komt omdat ik dat weggetoverd heb. Plop. Zou die paashaas kunnen toveren? Wacht even. Maar je kan dat chocolade-ei zelf terugtoveren. Wow, haha, Plopper de Plop. Het enige wat je moet doen, is de magische koker over de glazen schuiven. Magische koker, hebben jullie die al gezien? Ja. Waar dan? Oh, die blauwe met die sterren, zeggen jullie. Is dat die magische koker? Ja, mooi, wacht, ik zet hem even terug. En ik lees verder. En dan moet je samen met de ploppertjes de magische toverspreuk roepen. En die magische toverspreuk die gaat zo. Cho-co-la-pi. Maar er zijn vier glazen. Oh, moeten we even bekijken. Tellen jullie mee? 1, 2, 3, 4. Dat klopt. In één glas kan er jouw lekker eitje verschijnen. In het andere zal er een voorwerp tevoorschijn komen. Om het spelletje leuk te maken, moet je telkens je een voorwerp tegenkomt, daar een liedje over zingen. Leuk, hè, Plopje? Veel plezier en tot volgend jaar. Groetjes, de paashaas. Ploppen de Plop, ja, dat lijkt me wel een leuke opdracht, maar het enige wat ik vind is een groot chocoladepaas, hè, lieve Ploppertjes. Ja, dus ik ga meteen aan de slag met die magische koker. En die magische koker, die schuif ik over een glas. Ja, vraag eens over welk glas. Nee. Vindt het wel mooie glas? Kijk eens hier. Mooi, hè? En groot. Hé, wacht eens even, Ploppertjes, ik kies er zomaar een glas uit. Hier, middenin. Zo, ik schuif die magische koker over dat glas. En dan heb ik nu
nu een chocoladepaas, hè. Kijk maar goed, daar gaat mijn magische koker. Hop! Oei. Oh ja, die toverspreuk vergeten. Ah, ploppertjes toch. Jullie moeten mij wel in de gaten houden. Dus ik schuif die magische koker terug over dat glas. En dan komt nu de toverspreuk. Hoe ging die ook alweer? Chocolade. Oké. Weet je wat, ik tel tot drie. En dan roepen jullie luid. Chocolade. Haha, ik ben er niet. Daar gaan we. 1, 2, 3. Chocolade. En dan hebben jullie een chocoladepaas. Hè? Weet je wat, we tellen met z'n allen luid tot drie. En dan gaat die magische koker omhoog. Daar gaan we. 1, 2, 3. Hop. Volgende blok, wat is dat nu? Geen chocoladepaas, maar wel iets anders. Even kijken. Ah, zie je dat? Dat is een kabouter scheurkalender. Weten jullie wat dat is? En dat staan alle dagen van het jaar staan daarin. En dan moet je gewoon een blaadje uittrekken. Wacht, ik toon het even. Zo, en dan weet je welke dag het is. Leuk, hè? En wat nu ook leuk is, op de achterkant van elk blaadje staat een mop. De mop van de dag. Ja, en zal ik de mop van vandaag even voorlezen? Ja, ik kom. Er zaten eens twee vliegen in een groot glas. Zei die ene vlieg tegen die andere vlieg. Wanneer mag ik nu eens aan het raampje zitten? Ah, wat een domme vlieg. Leuke ploppertjes. Oh, ja. Maar wat helemaal niet leuk is, is dat ik nu geen chocoladepaas-ei heb. Kloppend op blok. Wat moet ik nu doen? Een liedje zingen. Ja, waarover moet ik dan wel een lied zingen? Dat, ja, juist. Ja, klopt. Over dat voorwerp. Ja, over een kabouter scheurkalender. Wat zing je daar nu over? Dat staat niet zo wel in. Alleen de dagen van de week. De boom. Och, dus, ik heb toch een liedje over de dagen van de week. Zullen we dat samen zingen? Wie komt er? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, met zaterdag en zondag erbij. Heb je 7 dagen op en rij. Maandag ga ik in bad, dinsdag lezen ik mijn pad. En op woensdag lees ik een superspannend boek. En dan komen al mijn vrienden op bezoek. Ja, en ik tel 7 dagen na elkaar. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, met zaterdag en zondag erbij. Heb je 7 dagen op en erbij. Donderdag dan maak ik pap, vrijdag doe ik mijn trap. En op zaterdag pak ik keuken op de taart. En geloof mij, maar die is ik de moeite waard. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, met zaterdag en zondag erbij. Op zondag, op zondag, wat spook ik die dag uit. Op zondag, dan doe ik het echt in fruit. Daar gaan we vragen. Heb je 7 dagen van Parijs? Ja! Wow, dankjewel. Wat kunnen jullie de dagen van de week goed zeggen? Nou, wacht. Ik moet ogenblikkelijk naar die magische koker, want ik wil echt wel een groot chocoladepaas zijn. Ik schuif die magische koker dus over, ja gewoon over een glas, zo, hier. En dan komt nu de toverspreuk. Weten jullie nog hoe die gaat? Chocolade! Neem juist, ik tel luid tot drie en dan heel luid die toverspreuk. Daar gaan we. 1, 2, 3. U bent, oh wacht eens. Ja, ik ruik de chocolade al. Lieve ploppertjes, ik tel tot 3 en dan gaat die magische koker in de lucht. Daar gaan we. 1, 2, 3, hop! Stop!
Nee, die heeft chocoladepaal, zei maar. Wat is dat? Ha, dat zijn poppetjes, kijk nu. Dat zijn gewoon poppetjes. Wacht even. Oh, is te wachten. Oh ja, ik heb ze. Ah, nu zie ik het. Dat zijn mijn kabouter vrienden. Kijk, hier heb je Kwebbel. Die praat altijd te veel. Ik praat ook niet te veel, zeker. Ja, jij praat wel te veel. En dan heb je hier Lui. En Lui, die wordt overal moe van. Ik word er zo moe van. Ja, van moe zijn. En dan heb je hier Klus. En Klus, dat is de handigste kabouter van het hele kabouterbos. Ja, ja, poppetjes, dit zijn mijn beste vrienden. Ja, wacht eens. Ik moest toch een liedje zingen over het voorwerp in het glas. En dan zing ik gewoon een liedje over mijn beste vrienden. Hebben jullie ook beste vrienden? Dan gaan we samen zingen. Ja. Daar zijn vrienden voor, daar zijn vrienden voor. Zing maar mee met ons kabouterkoor. Zing maar mee, daar gaan we. Vanaf nu zijn jullie allemaal ook mijn beste vrienden. Wacht even. Oh, bijna vergeten. Ik moet als een pijl uit de boog naar die magische koker. Ah ja, natuurlijk. Want ik wil echt wel een chocoladepaas hebben. En dat glas neem ik. Weet je wat? Ik ga gewoon het rijtje af. Zo, ik schuif die magische koker over het glas. Nu weet ik wat er komt, de toverspreuk. Dus, lieve ploppertjes, ik tel tot 3 en dan roepen jullie heel luid: chocola! Juist, op de pas, daar gaan we. 1, 2, 3, chocola! Nu ben ik eens benieuwd. We tellen met z'n allen heel luid tot 3, daar gaan we. 1, 2, 3, hop! Blopperdop, weer geen chocoladepaas, hè? Wat is dat nu? Bop! Maar dat is een slinger! Vinden jullie die slinger mooi? Ja, ik vind hem ook mooi. Ja, die gebruiken wij vaak, zo'n slinger. Ja, als we feest vieren in het kabouterbos, dan hangen we die slingers van boom tot boom en van paddenstoel tot paddenstoel. Ja, en dan gaan we feesten en zingen en dansen. En op het hoogtepunt van het feest, lieve ploppetjes, dan dansen wij kabouters altijd de kabouterpolonaise. Wacht eens even. Ik moest toch niet zingen over het voorwerp in het glas. Dan kan ik maar beter samen met jullie die kabouterpolonaise even zingen. Willen jullie meezingen? Ja! Willen jullie misschien ook allemaal mee dansen? Ja! Wow, dan mogen jullie nu allemaal rechtop gaan staan. Anders kan je niet dansen. Daar gaan we! Ja, dat hebben jullie goed gedaan. Hoe doen jullie dat allemaal? Dat! Waar kunnen jullie dansen? En dan trek je aan mijn jas. Kom maar hier, je.
Ja, ik heb je, dacht hij bij mij. Waar ben je nou? Iemand hangt aan mijn jas. Zo. Wacht. Hallo, hallo. Oh ja, ja, joh. Wees je vinger gebroken? Ga even opblazen en dat komt terug voor elkaar. Ja, goedemiddag allemaal. Wat ben je er nou van bij jou, dacht ik. Dacht, wat kunnen jullie dansen, zeg. Ja, floppertje, floppertje, floppertje. Gaan jullie maar lekker terug zitten. Gaan jullie maar terug zitten. Heeft iedereen zijn mama gevonden? Als dat niet zo is, dan begin je maar luid te houden. Dan komt ze zo. Ja, floppertje, 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 zijn jullie klaar? Wat ik moet als de blikse terug naar die magische koken, waar heb ik die? Ah, hier. Achter de tafel, lieve poppetjes. Schuif die magische koken terug over het glas. Zo, drie. Ja! Knop op de knop, kijk nu. Het is voor u een chocoladepaasje. Die paas, die kan gewoon toveren. Maar wij ook. Floppertjes, bedankt om mij zo goed te helpen. Ah, hoe kan ik jullie bedanken, lieve Floppertjes? Oh, ik weet het. Ik weet hoe ik jullie ga bedanken. Ik ga speciaal voor jullie nog één keer zingen en dansen. Ja, om jullie te bedanken. Dansen jullie mee? Dan mogen jullie nu allemaal terug rechtop gaan staan. En je mag hier vooraan ook komen dansen, want zet jullie schrap. Hier komt de enige echte kabouterdans. Bedankt om mij te helpen en hopelijk tot de volgende keer. Doei!